van de organisatoren van het Beeklust Shantikoren Festival is Jan Bos. Jan, voor de hoeveelste keer hebben jullie het nu al georganiseerd? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik durf het eerlijk gezegd zo niet te zeggen, maar ik denk al wel 20, 25 jaar. Ik zou het zo niet weten. De Oostvaarders hebben hier vanmiddag opgetreden. Ook de Bornse Maten en ook Wrakhout. Waarom maar één Shantikoor uit Almelo en niet de dubbele zoals het andere jaren ook altijd was? Omdat wij de laatste jaren krijgen we zoveel aanmeldingen dat we eigenlijk ieder jaar moeten skipperen van wie willen we een keer laten optreden. Dus we proberen eigenlijk, als het lukt, ieder jaar wel weer een ander koor te krijgen. Wat vind je van de optredens van vanmiddag? Ik vind het altijd heerlijk. En we hebben vanmiddag fantastisch weer gehad, goede sfeer. Het is altijd gelijk gezellig, zodra het eerste koor begint. Het is natuurlijk wel een evenement waar de Almelose bevolking naar uitkijkt. Ik denk het wel. En het mooie is dat je ziet dat ook vanmiddag weer het park toch helemaal vol zit.